En van harte goedemorgen en welkom bij deze tweede aflevering van ons actualiteitenprogramma Interactief. Vandaag zullen we dus dan weer kijken naar de actualiteiten van de week. En we hebben een aantal zaken gehad. We zullen die zaken bespreken met twee gasten die wij in de studio hebben. Nou, om even te kijken naar de actualiteiten. Er is veel gesproken over de wijziging van de kiesregeling. Daarnaast hebben we dus dan ook gezien dat er voorstellen zijn gedaan voor de wijziging van de grondwet. We zullen daarover praten. Verder praten wij over de bekroning van de VP. Het is zaterdag gebeurd, maar door de hele week zijn er zoveel zaken besproken. Zoveel meningen zijn geuit over de bekroning. Dat leggen wij dus dan ook op het bord van onze gasten. En we praten over 3 jaar regering Santokki-Brunswijk morgen 16 juli. Dan zitten we precies 3 jaren met deze regering. Hoe is het gegaan in de 3 jaren? En hoe moeten we kijken naar de 2 jaren die nog komen? Daarover praten wij dus dan met onze gasten vandaag. In de studio heb ik de eer om aan u aan te kondigen. De ex-voorzitter van de Nationale Assemblée. Dat is mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Zij is ook NDP'er en ex-parlementariër zou je ook kunnen zeggen. Zij is vandaag een van onze gasten. Daarnaast hebben wij dus dan de heer Hans Breeveld. We kondigen hem aan als politicoloog. Natuurlijk heeft hij nog zoveel petten op, maar we houden het op politicoloog. Hij is vandaag in onze uitzending. Met hem zullen wij dus dan ook praten over deze onderwerpen. Mag ik u van harte welkom heten, meneer Hans Breeveld? Ja, goedemorgen. Ja, mevrouw Simons? Ja. Laten we beginnen bij mevrouw Simons. De week is al bijna voorbij. We hebben heel wat zaken gehad. Laten we beginnen bij dat van zaterdag. De vicepresident, onze vicepresident, is bekroond tot koning. En vanaf nu zei een van de koningen nog dat wij hem geen meneer Brunswijk meer moeten noemen, maar koning Brunswijk. U heeft gekeken naar die hele ontwikkeling, want ik geloof sinds vorige week woensdag is het gestart. En we zijn nu anderhalve week verder. Wat is die conclusie als je kijkt naar deze ontwikkeling? De conclusie is dat er geen conclusie is. Ik heb geen formele berichten hierover gehoord. Die meneer die zegt dat we meneer Brunswijk anders moeten betitelen. Welke functie heeft hij in Suriname om daarover iets te kunnen zeggen? Ik denk niet dat hij hier bekend is of enig gezag heeft hier om dat aan ons te kunnen vertellen. Maar belangrijk is gewoon dat als er zoiets gebeurt, en het is vrij plotseling gebeurd, als meneer Brunswijk gewoon meneer Brunswijk was, dan zou ik zeggen van ja, ik zou waarschijnlijk mijn schouder ophalen en denken van laat die maar zijn feestje hebben. Maar meneer Brunswijk is vicepresident van het land. En wanneer dit soort zaken zich voordoen, dan denk ik dat het eerste wat de overheid aan ons als volk moet presenteren en zeker zelf moet onderzoeken, is ten eerste van oké, met wie gaat meneer Brunswijk in zee? Is dat onderzoek gedaan? Hebben de veiligheidsdiensten en zo dat onderzoek gedaan? Twee, wat betekent deze verbinding die hij is aangegaan? Betekent het voor Suriname dat er verbindingen ontstaan of kapot gaan? Want meneer Brunswijk is geen Surinamer op dit moment zonder functie, hij is VP. En dat betekent dat hij niet de vrijheid heeft om alles te doen wat hij wil, omdat dingen die gevolgen hebben voor Suriname, die zijn op tafel van de overheid. Ik heb eerlijk gezegd nog geen enkel overheidsinstantie hierover iets horen zeggen, dus ik betwijfel of er onderzoek is gedaan en ik wacht eigenlijk nog steeds daarop. Tot dan beschouw ik het als een privéfeestje van meneer Brunswijk en daar bemoei ik niet ermee. Ja, ja. De opdracht eigenlijk, als ik zo heb geluisterd naar de koningen, is dat hij dus dan de saamhorigheid moet brengen tussen de nazaten. Hij zegt dat hij al begonnen is, hij gaat een rechtstreekse vlucht regelen tussen Ghana bijvoorbeeld en Suriname. Maar u heeft me niet begrepen. Ja. Vluchten regelen tussen Ghana en Suriname, we hebben minister van Buitenlandse Zaken, die moet die dingen doen. We hebben president, die is hoofd van de Buitenlandse Dienst, niet de VP. Dus u heeft me niet begrepen. Mm-hmm. Wat ik u heb gezegd is dat ik geen woorden hieraan vuil wil maken, omdat er geen enkel onderzoek is geweest voor wat eigenlijk is gebeurd. Maar het is gebeurd. Nou, maar ik kan morgen ook een feestje bij mijn huis geven, maar het is mijn privé. De VP heeft een feestje gegeven. En dat feestje is met buitenlanders gegeven. Ik zeg, laat de staat me vertellen, ons als land Surinamers, wat is er eigenlijk gebeurd? Zijn er consequenties aan? Is het gewoon een grapje? Is het iets net als Beauty Queen of Prins Carnaval of zo?
of is het iets wat serieuze buitenlandse gevolgen heeft? En zolang je dat niet weet, dan weet je niet of je de vicepresident iets moet aanrekenen of niet. Hij heeft in elk geval landsmiddelen gebruikt voor zijn feestje. Dus als de president dat goed vindt, dan heeft de president misschien onderzoek gedaan. Dan moet de president op tafel komen met het onderzoek. Ja, want als we zien... Dus dan ben ik klaar hiermee. Ja, dus als we zien dat de president zelf de koningen heeft ontvangen, zegt dat ook heel wat. Dat komt erbij. Maar hoe heeft u gekeken naar die hele zaak, meneer Hans Breval? Naar de hele zaak? Ik denk... Ik wil niet zo makkelijk over praten. Zeggen van, oké, het is een feestje. Want de meneer is vicepresident. En als zodanig, en hij is ook een man van het binnenland af, een eigenlijk afstammeling. Mm-hmm. En daar zijn er bepaalde structuren. Ik vraag mij in gemoede af of wij de zaak die al gecompliceerd is in Suriname niet gecompliceerder maakt. En als ik dit zeg, dan bedoel ik het volgende. Mm-hmm. Want we hebben de binnenlandse dignitarissen. En u weet sinds de introductie, eigenlijk daarvoor had je al de DC. En we wisten een beetje hoe die verhoudingen waren. Maar met de introductie in 1987 van de regionale organen, waren er steeds weer discussies over de bevoegdheid en de gebieden waarop zij bevoegdheid hebben. De binnenlandse dignitarissen, gramangs, basjas, kapiteins en de RR en DR. En we hebben dat nog niet eens goed uitgezocht, uitgedokterd en een standpunt genomen. Of we krijgen een koning erbij. En wat zal dit? We krijgen een koning, hij noemt zichzelf de koning. En we kunnen aanvankelijk schouder ophalend aan voorbij gaan. Mm-hmm. Maar meneer Brunswijk is geen gewone burger, zoals wij weten. Dus vanuit, en het wordt afhankelijk, we zien nu die verhoudingen. Zo'n feestje zou jij niet op landskosten op zoveel delen kunnen betalen, ja. Als je geen VP was. Als je geen VP was, waren de koningen die van buiten kwamen niet ontvangen zoals ze zij ontvangen. Maar daarnaast is er nog een ander punt. We vragen ons af, als u de koning bent van het Afro-Surinaams heritage, zou dat Afro-Surinaams heritage geen zeggenschap moeten hebben in het feit van welke persoon wij geschikt vinden, ja. Goed vinden, om dat te bewaren. Dat is een centrale vraag, ja. Dat is een hele centrale vraag. Vooral omdat wij onszelf een democratische staat noemen. En dat zijn we gewoon. Dat wij inspraak hebben in zaken die ons aangaan. Anders ben je met jezelf bezig. En ik denk dat het heel gecompliceerd gemaakt is met deze kroning die publiekelijk en wordt... aan de volken wordt getoond. Ja. Dus, ik wil er niet gewoon aan voorbij gaan, maar ik wil zeggen van, laten we kijken wat die gevolgen daarvan kunnen zijn. En wat de bedoelingen, ja natuurlijk moet je altijd kijken wat de bedoelingen van mensen zijn. En laten wij dit niet koppelen en verhouden van mogelijke verkiezingen. De verkiezingen die komen. Dat wil ik ook benadrukken. Ja. Ik denk... Ik denk dat meneer Breveld goed heeft uitgelegd, mm-hmm, waarom ik heb gezegd dat ik niet verder praat, mm-hmm, voordat er onderzoek is gedaan. Okay. Want de man is inderdaad geen gewone Surinamer, want dat heb ik gezegd. Hij is een VP. Ja, ja, ja. En de VP kan niet zomaar verbindingen aangaan. Want als hij een gewone Surinamer was, heb ik gezegd, mm-hmm, dan zou ik zeggen, hij is een feestje en ik bemoei niet ermee. Mm-hmm. Ja. Hij is geen gewone Surinamer. Ja. Hij gebruikt staatsmiddelen om zijn feestje te houden. Dan moet de president komen uitleggen wat daar eigenlijk is gebeurd. Tuurlijk toch. Het is niet de VP. De president moet uitleggen of zijn geheime diensten, zijn veiligheidsdiensten, hebben onderzocht wie die mensen zijn, wat de bedoeling is, okay, wat dat hele ding inhoudt. Niemand in Suriname bijna weet het precies, iedereen. Het moet in de assemblee besproken worden? Het moet besproken worden, omdat het de VP betreft. Ja. Ja. Als het een andere persoon was, dan kan ik zeggen, luister, de Afro-Surinamers, en daar hoor ik ook bij, die kunnen gaan bepalen van, is het deze man wel eens niet eens, dat is een aangelegenheid van de groep. Maar er is een hogere
een hoger belang dat buiten de groep gaat van Afro-Surinamers, omdat het de vicepresident van het land betreft. En daarom zeg ik, ik wuif dit helemaal niet weg. Omgekeerd, ik vind dat er onderzoek naar moet worden gedaan door de staat Suriname, niet door burgers of door journalisten. Oké. Maar nu zegt de minister van Bibbes dat het een privé aangelegenheid inderdaad, is. Inderdaad. Maar ik vind dat hij daarmee te makkelijk erover gesproken heeft. En ik ben het helemaal eens. Maar laat onze president zich laten kroonen ergens in een sultanaat. Tot sultan of zo. Dat kan niet. Je kan niet als officiële beleidsmaker hoogste functies van het land. Kan je geen andere verbindingen aangaan zonder dat het land zich daarmee bemoeit. Maar kijk, jullie geven aan van het kan niet, hè? Begrijpelijk, de doelgroep zelf. Ik heb niet echt organisaties gehoord van de doelgroep die zeggen van... Ik heb persoonlijk gesproken met meneer Weygaarde, hij is van de federatie van Afrika Surinamang. Ja. Hij is de enige die ik echt heb gehoord over die situatie. En hij verwerpt het natuurlijk. Maar er zijn zoveel andere organisaties. Ja. En om natuurlijk te kijken naar bepaalde figuren binnen de organisatie, als meneer Zunder, als meneer Hooggaard, die mannen waren daar. Ja, dat zegt heel wat, meneer Hans-Berry van. Dat bedoel ik dus niet alleen meneer Weygaard. Ja, maar ook die mannen hebben hun privé dingetjes die ze leuk vinden. Ja. Wat bedoelt u met privé dingen? Alles wat ze leuk vinden, dat hij cool is. Waarom mogen ze daar gaan? Het probleem is niet... Dat gedeelte, ik heb gezegd, er zijn twee delen. Je hebt de zogenaamde doelgroep, want we zijn niet de doelgroep. Niemand heeft ons wat gevraagd. Ja? Ja. Maar mensen hebben dat gezegd en de mensen die vinden dat zij dat leuk moeten vinden, die gaan daar naartoe. Ze zijn vrije Surinamers om te gaan. Het gaat niet daarover. Ik zeg, het gaat over de functie van de man. Als de man die functie niet had... had bij de eerste vraag van u gezegd van leuk feestje voor die mannen en daar was ik klaar ermee, maar het gaat om de functie. En dat is waar we geen grappen mee moeten maken, maar het lijkt een beetje alsof in Suriname tegenwoordig, we zeiden vroeger bij God en in Suriname is alles mogelijk. Nou denk ik dat zelf wat bij God niet mogelijk is in Suriname nog mogelijk is. Zijn we zo ver gevallen? Ja, het lijkt erop, maar goed. Maar goed, we gaan het hierbij laten voor wat dit onderwerp is. Het is niet ons hoofdonderwerp. Nee. We gaan verder, maar nu echt naar ons hoofdonderwerp van vandaag. En dat is dus dan de wijziging van de kiesregeling en de grondwet. Het lijkt best wel een heel zwaar onderwerp te zijn, hoor. We zitten al met een vonnis van het Constitutioneel Hof sinds vorig jaar, augustus. En we hebben geen verandering gezien tot nu toe, als we zo kijken naar wat het Hof gevraagd heeft. Maar nu komen we er voorstellen, na zoveel discussies. En we kijken naar de voorstellen, want eigenlijk zegt men bijvoorbeeld, het voorstel zou moeten komen van de regering zelf, toch? Ja. En dat voorstel van de regering hebben wij nog niet gehad. Tenminste zijn mensen bezig, commissies zijn bezig en zo. Maar het is nog niet gekomen terwijl wij van politieke partijen hebben. Wat vindt u ervan dat het voorstel van de regering nog niet gekomen is? Dat is eigenlijk een uiting van de prioriteit die de regering daaraan geeft. Want als de regering hogere prioriteit aan gaf, zoals men zei te zullen doen... dan had men meer vaart achter de zaak gezet. Want u moet weten dat het een privéorganisatie is, onder leiding van mevrouw Esset en de heer Fernandes Mendes, dat we bij elkaar zijn gekomen. De heer Fernandes Mendes heeft mij toen benaderd om te praten, vooral omdat het lag en men deed er niets mee. En wij hebben toen gepraat, omdat we er vanuit gingen, dat... als je een kiesstelsel, een andere kiesregeling wil hebben, dan zal je naar de Nationale Assemblée gaan. En als je vooraf al met de mensen praat om te kijken dat de mensen zoveel mogelijk op lijn komen of met elkaar overeenstemming over een bepaald model kunnen krijgen, dat je daar een beetje op schiet. En nadat wij bij elkaar kwamen, zagen wij dat de commissie komt, geïnstalleerd werd door de president. En de commissie Hans Limapo
heeft al tijden, maanden geleden, ja, een voorstel ingediend. Ja. Er komt daarna een technische commissie en een commissie op commissie. Maar het resultaat is dat er nog altijd niets van die zijde formeel bij de Nationale Assemblée komt. En dat is een minpunt. Minpunt, mevrouw Simons? Ja, natuurlijk is het een minpunt. We hebben het constitutioneel hof gehoord. Ik ga daar verder niet over in discussie. Ze hebben gezegd, het is artikel 9. Natuurlijk in verband met 24, want daar worden de districten afgebakend. Is niet in overeenstemming met gelijkheidsbeginsel. En ze hebben wat motivatie daarbij gezegd, aangehaald. En ook nog de ruimte gegeven dat ja, gelijkheidsbeginsel niet altijd 100% betekent. Maar in elk geval enige positieve discriminatie mogelijk is, maar niet zoveel. En daar hadden ze natuurlijk wel gelijk in dat op een gegeven ogenblik het verschil wel groot was geworden. Dus we hebben dat gehoord. En het enige wat daarna had moeten gebeuren, is datgene wat het Constitutioneel Hof heeft aangehaald, om te kijken naar modellen van hoe je dan je kiesregeling zo eenvoudig mogelijk kan wijzigen, zodat de verkiezing liefst op de vertrouwde manier, want dan hoef je geen nieuwe dingen te gaan aanleren, geen nieuwe instituten te gaan maken, of zo dicht mogelijk bij de vertrouwde manier. Nou, dat is dan de opdracht om dat. En natuurlijk zijn we al lang bezig te praten over grondwet en andere mensen willen de grondwet wijzigen, et cetera, et cetera. Sommige mensen willen een heel andere kiesregeling hebben. Dat zijn valide meningen. Iedereen heeft zo zijn mening over dingen. Ja. Maar we hebben natuurlijk met elkaar in een referendum die grondwet aangenomen. Dus ik ben niet van mening dat je lichtvaardig daaraan moet gaan sleutelen. Er zijn wel wat technische dingen in de grondwet die je zou kunnen aanpassen. Maar ik zie de opdracht gewoon als een relatief eenvoudige opdracht om de kiesregeling op stuk van artikel 9 in verband met 24, zoals dat is gezegd, dan aan te passen. En dat zou niet zo'n moeilijke opdracht moeten zijn voor de regering. Ja. Dus het feit dat men een paar aantal, ik weet niet hoeveel commissies heeft benoemd en eigenlijk om de hete brei heen draait, geeft mee aan dat men niet echt willing is om dat ding op te lossen. En dan hoor je dan allerlei andere dingen erbij, dan gaan je oren wel even staan. Dus ik denk dat het inderdaad een min is, omdat de wijzigingen twee eenvoudige wijzigingsmodellen kunnen er zijn, maar zonder een hele hoop veranderingen in grondwet en systemen en noem maar op. Ja, ja. Nu naar de voorstellen, want uw partij heeft een voorstel gedaan. Als we zo kijken naar het voorstel, dan zien we dat de districten nog toch wel een belangrijke rol spelen. Toch? Want als we, tenminste, ik heb gesproken met mevrouw Silas bijvoorbeeld, die geeft aan dat we een soort van evenredigheidssysteem moeten hebben, een landelijke. En de kiesdistricten zouden dus dan moeten wegvallen. We hebben maar één kiesdistrict, dat is Suriname. De NDP denkt er heel anders over. Kunt u een beetje vertellen waarom? Nee, de NDP denkt er niet heel anders over. De NDP heeft een voorkeur ervoor om op dit moment de meest eenvoudige wijziging toe te passen. Dat is één. Verder heeft de NDP geen problemen met het districtenstelsel. Er zijn wat voordelen daaraan geweest, denk ik. En als je de politiek goed verder doet, zou er nog meer voordelen aan kunnen zijn. Want het gaat erom dat de mensen in de verre districten die andere lasten hebben dan die in de stad, de concentratie van macht, geld en onderwijs en alles in de stad, een beetje het uit te balanceren. Dat was toen, in 1987 heb ik begrepen, de overweging. De partij staat eigenlijk nog steeds daarachter, maar de zaken zijn wel te ver uit de hand. Ik bedoel, corona kan je op geen enkele manier hard maken dat ze twee zetels zouden moeten hebben. Mm-hmm. Dus ja. Dus de partij heeft gezocht in eerste instantie naar een hele eenvoudige wijziging die daardoor de verkiezing veilig stelt. De partij heeft niet alleen daaraan gewerkt, want de partij weet dat ook binnen het parlement mensen praten over one man, one vote. Mm-hmm. Want net als mevrouw Silas hebben heel veel mensen die mening en dat is een mening en dat mag. Dus wij hebben daarnaar ook gekeken en we hebben één ingediend op dit moment. We hebben gezien dat daarna partijen inderdaad uit hun stoel zijn gekomen en hebben naar ons
dingen zijn gaan indienen, goede zaak. Maar we hebben een tweede voorstel waarbij we zeggen van, ook wanneer je naar landelijke IV wil gaan, kan dat ook op een eenvoudige manier. Je hoeft niet alles anders erboven te gooien. Mm-hmm. Omdat tenslotte het land tot één kiesdistrict gemaakt kan worden en dan hoef je verder echt niet veel te veranderen. Dat blijft alles precies zo. We hebben dan nog steeds een districtenstelsel, maar je hebt maar één. Onder de uitvoering van de verkiezingen niet, nauwelijks. Dus dat zou een tweede voorstel kunnen zijn. Om dan, zeg maar, als je van die kant uit redeneert, ook een eenvoudig, want het gaat bij ons om eenvoudig. Het moet technisch goed uitvoerbaar zijn, de verkiezingen moeten eenvoudig door kunnen gaan. Dat is ons belangrijkste hoofdpijn op dit moment. Dus daarom zeggen wij ook van, kijk, hele discussies over de grondwet, die kan je voeren, die moet je ook voeren. Want grondwetten, hoewel je ze niet ieder ogenblik moet veranderen, moet je kunnen veranderen. Ja. Ik persoonlijk ben wel iemand die zegt, luister, voor je aan die eerste 10 hoofdstukken van mijn grondwet gaat, ik ben niet echt een voorstander, want daar is het karakter van die samenleving vastgelegd. En ik wil geen enkel liberale, kapitalistische en dat soort van grondwet hebben. Die grondwet loopt op sommige punten zijn tijd vooruit. Gelijkheid van mannen en vrouwen en geen discriminatie, noem maar op. Dus het ding van grondwet rammelt aan alle kanten, is iets wat mensen elkaar nazeggen. De grondwet heeft een aantal, volgens mij tientallen op zijn minst, organieke wetten voorgeschreven. En regering op regering die wetten niet gemaakt. Hoe ga je dan de grondwet beoordelen als je die wetten niet hebt gemaakt om die grondwet te laten functioneren? Dus de discussie over de grondwet hou ik graag buiten deze discussie van kiesregeling, omdat ik het gevoel heb dat als je dat erbij haalt, dat het onnodig ingewikkeld wordt. Je moet die kiesregeling aanpassen zodat je verkiezing kan houden. That's it. Ja, okay. Kom we straks terug erop. Zou je iets daarover willen zeggen? Ja. Mevrouw Simon zegt, ze willen het zo eenvoudig mogelijk houden, die wijziging. Ja. Maar ik wil het zo duurzaam mogelijk houden. En daarom ben ik persoonlijk, praat niet over andere groepen, maar persoonlijk, de landelijke evenredige vertegenwoordiging. Omdat uiteindelijk hier er weer wijzigingen in zullen komen. In dat stelsel dat wij nu hebben, hè, en dat aangepast wordt. Omdat er altijd mobilisatie is, de mensen bewegen, er is mobiliteit. De mensen verhuizen van de ene plaats naar de andere plaats. Het feit, en ook het andere punt is namelijk, dat het feit dat je mensen uit de districten laat vertegenwoordigen, betekent niet dat zij de beste spokesperson zijn. En met evenveel verve en kracht de problematiek op de tafel kunnen leggen. Soms zijn er mensen die uit die gebieden zijn, ergens anders wonen, geleerd hebben, een affiniteit hebben met die gebieden, het de beste die de problematiek van die personen kunnen verwoorden. Dus daarom geloof ik dat de landelijke IV's zelf persoonlijk de beste optie is. En hoef je niet volgende keer te veranderen. Maar ik wil deze verandering, ik zie twee zaken. Als je naar die landelijke IV gaat, dan zouden we een versterkte districtsraad moeten hebben. En uit die districtsraad, daar kan men ook al oefenen, bekwaam worden in de discussies, in debatten. En laten wij, misschien moeten we daaraan denken. Dus je hebt die landelijke IV en dat is de Nationale Assemblée. Ja. En ik wil niet te licht denken over de Nationale Assemblée. Want het gaat om wetten die gemaakt moeten worden. Het gaat om die verhoudingen internationaal, die waarover je moet blijven studeren. Ja, ja. En dat weten we, de mensen die dat kunnen, helaas wonen ze in de kuststreek. Helaas, die het beste dat kunnen, wonen daar. Maar laten wij dan districts, versterkte districtsraden, waar men serieus naar kijkt, naar de output daarvan. En laat de Nationale Assemblée het gehele gebied van Suriname in beschouwing nemen als verantwoordelijkheid voor hun. Mensen van Brokopondo hoeven niet speciaal voor hun Brokopondo. De Nationale Assemblée moet zich bezighouden met het belang
van alle districten. Landelijk. En landelijk. En ja. Dan zien we, en dan is het meest duurzaam. Dus want na een tijdje zullen we dit weer moeten gaan veranderen. Okay, als de mensen vertrokken zijn uit die gebieden weer. Als ik even ertussen kan komen. Dus u zegt bijvoorbeeld, met andere woorden, dat het voorstel van de VAP, want dat zegt de VAP zo'n beetje. Ik zeg de landelijke EV. U staat erachter. U staat erachter. Ik zag de landelijke EV met de argumenten die ik weet niet of het standpunt is van de VHP of van de twee leden. Ik wil daarover... Ja, ze vertegenwoordigen de VHP. Ik heb eerder standpunten gehoord uit de VHP die anders zijn dan wat is ingediend. Ja. Ik weet niet wat is gebeurd tussen toen en nu en of alle neuzen één richting op gaan. Ik weet het niet. Dus ik praat over landelijke EV. Want mijn briefraad geeft precies aan, en terecht ook aan, dat een landelijke EV, en dat is ook mijn persoonlijke mening, kan op het moment dat we echt districtsparlementen hebben, we noemen ze nu districtsraden, maar ze worden niet rechtstreeks gekozen. En ik zou, als ik mijn fantasie mag laten werken, niet gewoon mijn fantasie, mijn ervaring met het bestuurlijke, die nog wel een aantal jaren is, dan heb ik ook gezegd van, schaf op het laagste niveau de volksvertegenwoordiging af, zet daar bestuurlijke systemen, wijkbesturen, etc. En kies een districtsparlement, dat vrij sterk is. Maar juist daarom, meneer Breveld, precies om wat u zegt, heeft de NDP gezegd van, dat is, als je dat echt wil bereiken, is dat inderdaad een hele grote wijziging. En ja, toch, want je gaat niet alleen de verkiezing moeten wijzigen, je gaat meer moeten wijzigen. De grondwet moet ook. Niet alleen de grondwet, ook het hele functioneren van die mensen. En organisatie. Ik ben het er helemaal mee eens, dus laten we het zeggen, ik ben het helemaal mee eens. Ja. Maar we staan nu 2 jaar voor een verkiezing. Mm-hmm. En wij zijn bang dat naarmate je meer dingen, want je kan nog meer dingen vinden, de grondwet kan op een aantal punten gewezen worden, hoe meer je erbij zet, hoe groter de kans is dat je het niet haalt om een verkiezing te houden. Dus we hebben gezegd, focus op die kiesregeling. Ja. En dat hebben we gezegd, kan je op 2 manieren doen. Dus binnen de partij, we hebben de ene al ingediend. Mm-hmm. En dat is, laat alles zo, maar verander het aantal zetels, zodat er meer een gelijkheid komt. Mm-hmm. En dan is het meest eenvoudig om de verkiezing door te laten gaan. Maar we weten dat veel mensen inderdaad kijken naar landelijke EV. Maar ook daar, dat systeem van landelijke EV, als je het op een bepaalde manier doet, kan ook een eenvoudige wijziging zijn. Je kan natuurlijk de hele grondwet gaan wijzigen en zeggen landelijke EV, maar je hoeft niet. Je kunt gewoon het districtenstelsel laten staan en zeggen, we hebben maar 1 kiesdistrict. Mm. En de grenzen zijn de grenzen van Suriname, dat blijft verder als hetzelfde. Ja. En zelfs de metterwoon blijft hetzelfde, omdat je dan minstens 2 jaar in Suriname moet wonen. Dus je hoeft dat ook niet te veranderen. En in wat NDP wel heeft ingediend, dus het districtenstelsel, als je dat even leest, dan gaat u merken dat we daar aangeven dat het inderdaad door de vaststelling van de kiezerslijst elk jaar, en zeker een jaar voor de verkiezing, die aanpassing eenvoudig kan worden gepleegd, omdat het een wiskundige formule is die daar is toegepast met wat bijkomende zaken. Dus je hoeft niet elke keer bij wet, ook al bewegen mensen, hoef je niet bij wet te veranderen. Het is al in die wet, in het voorstel opgenomen, dus dat zou niet hoeven. Wanneer je 1 kiesdistrict maakt, dan is het inderdaad heel eenvoudig en hoef je die grondwet niet. Ik heb wel voorgesteld van artikel, ik dacht 62. Uit het hoofd niet, waar er staat district in de grondwet, waar eigenlijk kiesdistrict bedoeld wordt, dat zou je technisch even kunnen veranderen. Okay. Maar dan blijf je bij het districtenstelsel, maar alleen heb je 1 kiesdistrict. Voor DNA. Hè? Voor DNA. En dat zou ook kunnen. De NDP heeft gezegd, wat wij zien als het meest eenvoudige, hoeven andere mensen niet met ons eens te zijn. Mm-hmm. En net wat gezegd is in het begin, al die partijen in DNA, die moeten uiteindelijk toch iets hebben waar ze gezamenlijk achter kunnen staan, want je hebt 2/3 meerderheid nodig. Ja, klopt. Dus we hebben gezegd, goed, als er anderen gaan voor iets anders, maar in geval we gaan
moeten gaan voor landelijke IV, dan willen we dat ook zo eenvoudig mogelijk hebben. Ja, niet met ingewikkelde wijzen, dus hebben wij ook daarvoor een voorstel. Maar ja, we zullen zien hoe dat gaat. Maar goed, maar wat ik bedoel te zeggen is dat die landelijke IV, de introductie van, en de districtsparlementen, zo u wilt, ja, dat dat niet tegelijk hoeft plaats te vinden. Dat wij nu komen tot die landelijke IV en in een later tijdstip dat ander deel gaan introduceren. Okay. Wij hebben geen principiële bezwaren daartegen. Wij hebben voorkeur voor dat districtenstelsel. Maar wij zeggen, als we een landelijke IV moeten gaan doen, dan moeten we die wijziging wel zo simpel mogelijk houden en niet ingewikkeld doen. We kunnen het op dit moment niet permitteren om te zeggen van, weet je wat, laat onze verkiezingen verschuiven. Niet zeker. U wilt ze verschuiven? Nee, vraag. We kunnen het niet permitteren. Ik geloof maar dat kijk, als we het goed moeten doen, dan verschuiven we de verkiezingen. Ik geloof dat u... Het is niet waar. Het is niet waar. De wijzigingen zijn zo eenvoudig. Er helemaal 3 jaar voor de verkiezing wordt er een uitspraak gedaan. Mm-hmm. Het feit dat zo'n eenvoudige beslissing zou worden gelaten tot de verkiezing zou eigenlijk de incompetentie van het bestuur op een ongelooflijke manier aantonen. Voor zover het nog niet is. Mensen reageren en u kunt ook reageren. U kunt een app sturen voor dit moment. Een app sturen naar het nummer 8-4x5-0-7. 8-4x5-0-7. Het komt ook natuurlijk in beeld, denk ik zo. Dan kunt u dus dan een app sturen. We hebben een reactie hier. Landelijke EV kan, maar we zijn nog niet ready voor. Rekening houden met de ontwikkelingskansen van de verschillende gebieden, de districten, geeft iemand hier aan. Ja, dus dat hebben we net besproken. Maar daarom juist. Wij zijn daarom voorstander van hou het districtenstelsel. Maar ook als je naar landelijk gaat, ga je dan veranderingen moeten aanbrengen in de power van de districtsraden, de districtsparlementen. Maar dat is weer een ander proces. Dus dat bedoelt die persoon eigenlijk. Het indienen van verschillende voorstellen door het parlement, ik bedoel door parlementsleden, politieke partijen, we krijgen dat van de regering straks. Kan dat niet voor verwarring zorgen? Dat er zoveel voorstellen zijn en voor vertraging? En hoe gaat dat? Dat er geen voorstel was, heeft al voor vertraging gezorgd. Je kan altijd dingen vertragen. Als je in de Nationale Assemblée functioneert, moet je onderscheid kunnen maken tussen een paar voorstellen. Je moet weten waar je partij of jij achter staat. En dat moet verder geen punt van discussie zijn. Maar wanneer we dat zeggen, en dat is belangrijk. Het belangrijke is, niet eens het kiesstelsel dat je hebt, als wel het niveau van de politieke partijen. De organisatie van politieke partijen. Dat verkiezingscampagnes geen carnavaleske manifestaties moeten zijn, maar dat je behandelt jouw verkiezingsprogramma, dat je moet weten waar mensen voor staan, politieke partijen, die organisatie, dat de mensen in die politieke partijen, hun vertegenwoordigers, wel weer rekenschap moeten kunnen vragen regelmatig. Dat is eigenlijk het grote probleem. Mensen focussen te veel op en het feit, want daarom pleit ik altijd weer voor een kiesdrempel, omdat wij in Suriname, ik zeg het niet vandaag, te veel politieke partijen hebben. Ja. Ik ben het met u eens. We hebben te veel politieke partijen. En er komen partijen. Meer, denk ik. En en je moet er niet aan denken dat er ooit 51 leden zijn van elk één partij om te gaan formeren. Dat komt natuurlijk om niet het gekscherend te zeggen. Maar begrijp je wat er gebeurt? Want nu krijgen we al die formatie. Ik zeg, Nederland heeft ook al te veel partijen. Weet hoe lang die formatie daar geduurd heeft? We hebben het gezien, bijna een jaar. Moeten wij ons dat gaan permitteren in Suriname, dat wij gaan tot zulke formaties, die formatie niet gaan lukken. En daarom moet er een kiesdrempel komen, er moeten meer discussies. Wij houden het simpel op kiesstelsel en kiesreglement, maar er is nog veel meer te discussiëren om te komen tot de politieke, de democratische volwassenheid in dit land. Kijk, in mijn ervaring, 25 jaar daar in parlement en zo, ik heb veel gestudeerd toen ik werkte en nog steeds. Mm-hmm. Niet alleen Suriname. Ik heb ook Suriname voor het parlement vertegenwoordigd in de Amerika's. Overal waar je gaat zie je de structuur van landen en hoe ze dat allemaal doen.
Dus vandaar ook dat ik ook tijdens de vorige periode al bezig was te praten over dat er een raamwet moet komen, een bestuurlijke ordening van het land. Want de bestuurlijke ordening is nog niet wat het hoort te zijn. We hadden het zo even over de districtsraden, maar ook de districtsbesturen zijn niet wat ze moeten zijn. Er is in 87 een begin gemaakt, maar het is daarna niet verder uitgewerkt. Ja. En je moet een stuk decentralisatie hebben. Zeker wanneer je, zoals ik de vele mensen hoor zeggen, dat ze naar landelijke IV willen. Maar als je naar landelijke IV wil, dan moeten die districten wel de mogelijkheid hebben om het beleid in het land wel te kunnen beïnvloeden. Luister goed, zelfs in het districtenstelsel door de verschuiving van de zetels richting Paramaribo en Wanica, krijg je een situatie dat deze twee districten vrijwel op geen blik 34 zetels zullen hebben, ja, en kunnen bepalen wat in het land gebeurt op elk niveau zonder dat districten iets kunnen inbrengen. En dat moet je ook voorkomen. En vandaar dat ik zeg, uiteindelijk wat we nu ook besluiten over die kiesregeling, je zult ook moeten werken aan de bestuurlijke organisatie van het land. Daar zijn we ook mee bezig. De ervaring die je hebt met het ontbreken van bepaalde zaken, de ervaring die je hebt met hoe dat hele proces van zoals we dat noemen, Suriname is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, hoe die decentralisatie dan moet werken. Mm-hmm. Je moet een wet hebben, omdat je anders krijgt waar meneer Bas Ahmad Ali zijn probleem lag. Een decentralisatie van ergens naar nergens, namelijk, er is geen wet. Dus je kunt niet doorwerken met de districten. Dus je moet dat eerst in orde maken. Een belangrijk element in die gesprekken is ook geweest de situatie van de mensen in het binnenland, niet alleen grondrechten, maar ook welke rol hebben hun gekozen gezagsdragers. Hoe passen ze in het systeem van het land? Nu is het meer een soort culturele erkenning. Traditioneel. Ja, maar wat je eigenlijk wil is dat ze dan ook, dat willen zij ook, ze willen de bevoegdheid hebben lokaal te besturen. En als je lokaal bestuur mogelijk maakt in het land, dan begint het in te passen. Dus het is heel belangrijk om over deze dingen inderdaad te praten. En ik moest even lachen toen meneer Breveld erover begon. Want we hebben samen natuurlijk volgens mij bijna 10 jaren gewerkt in de democratieunit. En het zijn deze dingen. Ook de politieke partijen, de wijze waarop politiek werkt in het land. De financiering van de politiek, groot vraagstuk. Maar ze zeggen Alassana Bouzani. Ik weet niet in hoeverre dat geldt, maar in elk geval hoop ik, denk ik, dat alle partijen die iets goeds willen hier, ongeacht hun specifieke mening en hoe ze tegenover elkaar staan, dat we wel zijn aangekomen toch op een punt waarop we moeten toegeven dat tientallen jaren politiek in het land, dat we niet zijn waar we willen zijn. En dat er dan blijkbaar wat veranderingen moeten komen. En wanneer ik praat, praat ik natuurlijk vaak, ik zeg ik praat voor de NDP, maar het is niet alleen de NDP die dingen moet verbeteren en veranderen. Alle partijen. Want die problemen komen niet in één partij. Okay. En tot slot, wanneer je dus in het land een politiek systeem, een politiek stelsel wil hebben, dan betekent het ook dat je die wet op de politieke partijen moet maken. Want onze grondwet geeft een goede richtlijn, maar het zijn algemene dingen. Er zijn verder niet veel sancties daarop. Ja. Dus je moet een wet hebben op de politieke partijen. Je moet financiering van de politieke partijen vastleggen. Om te voorkomen, of laat me niet zeggen voorkomen, want dan adjers lijkt dat ik kan los op vraagstuk op, maar het is een wereldwijd vraagstuk. Om te beperken de oneigenlijke invloeden van het groot kapitaal en de macht die dwars door partijen gaat. Oké, okay. We hebben de kijkers die ook mee willen doen met het programma. Want het programma heet ook Interactief, waarbij ze dus daar ook kunnen inkomen. En die kans zullen wij dus dan zeker niet voorbij laten gaan. U kunt blijven appen op het nummer 8-3-4-507. Jongens, zetten jullie het nummer in beeld. Maar ik krijg wat reacties hier. Er zijn zoveel mensen die naar ons kijken nu. Okay. Ik zou een landelijke EV voorstellen, waarbij de partij de zetels invult, zegt iemand hier. Ik weet niet of het mogelijk is hoor. Hierdoor kan de partij zelf de spreiding beslissen.
Dat zegt Sitaram. Ja, partij vult altijd de zetels in. Dat is normaal. Ja. Laat me dit zeggen. Ik weet niet of die meneer dat bedoelt. Als je landelijke EV hebt. Stel, morgen hebben we landelijke EV. We zijn eens geworden, we hebben landing. Stel, dat betekent dat elke politieke organisatie... Kijk, de NDP heeft zetels in alle districten. Aanhang in alle districten. Ja. Het betekent dat je niet, omdat er landelijke EV is, ga je plotseling alleen maar mensen uit Paramaribo kandideren. Nee, je gaat zorgen dat je die mensen in die districten ook zichzelf kan laten zien op die lijst. Ja, zeker. En dat is dus wat de politieke organisatie zeker. Helemaal eens mee? Helemaal eens. Dus eigenlijk is dat nu het geval. Mm. Dus het gaat om die positionering die de partijen gaan bepalen. En zoals mevrouw Simons zegt, je gaat ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld mensen uit Nikeri, Kroni, de mensen zichtbaar zijn, ook op de lijst. Ja, dat is geen probleem. Oké, er wordt gebeld hier. Ik hoop dat we dat zo snel kunnen regelen, dat die persoon in de uitzending komt. Maar dat gaan we even aanhouden. We gaan even verder met wat we hier hebben. U kunt natuurlijk blijven bellen hoor, straks laten we u in de uitzending. Maar we gaan naar, alhoewel mevrouw Simons bijvoorbeeld zegt van... Nu is er geen ruimte voor het wijzigen van de grondwet. Nu moeten we echt focussen op de kiesregeling. Mm-hmm. Zijn er voorstellen ingediend? Ja. En we willen toch wel gaan praten over de voorstellen. Heel kort. Wacht even, maar nogmaals, wat die wijzigingen betreft, en dat hoor ik mevrouw Simons ook zeggen, dat partiële wijzigingen ook mogelijk moeten kunnen zijn. Mm-hmm. Want die partiële wijzigingen waren ook mogelijk in 1992. Ja. Dat weten wij, dat is een korte wijziging geweest. Mm-hmm. Het front had in 1987 een fundamentele, radicale wijziging van de grondwet aangekondigd, ook in verband met het referendum dat toen plaatsgevonden had. Maar we weten, maar enkele artikelen zijn veranderd. Hè. Een partiële wijziging zou kunnen. En dan heb je dat gewijzigd met betrekking tot dat. En dan later komt het... Als het nodig is, die fundamentele regeling van die grondwet. Maar goed, we gaan toch in op... U laat me weten als die persoon nog aan de lijn is, hoor. Maar we gaan even toch naar die voorstellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ja. Want de discussie is in de samenleving daarover. Het gaat over het eerste voorstel dat gedaan is, bijvoorbeeld vanuit de VAP. Dan geven ze aan, die heren Samson en Charman. Ze zeggen bijvoorbeeld... geen president en vicepresident met een strafblad. Ja. En ik heb met heel wat mensen gesproken. Zoveel mensen staan erachter van, nee, dat hebben we niet meer nodig in ons systeem. Mensen die een strafblad hebben, moeten dus dan ver weg blijven van de leiding van het land. Ja. Kunt u meegaan met het voorstel, meneer Hans Breval? Ik kan daar meegaan, ja. Waarom? Ik kan daar meegaan. Omdat deze personen zijn de voorbeeldfiguren voor het volk. En met name de jeugd. Hè? Mm-hmm. En dat men alvast en begint eraan te wennen. Dat jouw verleden jou zal achtervolgen. Mm-hmm. In feite is het hele leven het nemen van beslissingen en het dragen van de consequenties daarvan. Ja, als u geleefd heeft zoals u leeft. En misschien heb je een vergoeilijking voor dingen die we doen, maar het gaat altijd meetellen. Laten we even kijken. Eerst iemand aan de lijn, denk ik. Oké. Kunnen we even? Niet dat ik je onderbreek. Laten we eens even checken wie dat is. Ja, goedemorgen met de studio. Ik hoor niemand. Wat zei je? Afgebeld? Ja, en belangrijke spelers in het land bepalen het gezicht ook van Suriname. Mm-hmm. Ook naar buiten toe. Mm-hmm. Men kijkt naar wie is die persoon. Ja? Dus ik denk dat dit voorstel, ik kan er helemaal mee leven. Ja. Oké. Kunt u ermee leven? Nou, in principe kan je aan zo'n voorstel doen, maar zoals ik het hier zie staan, zonder verdere toelichting of nadruk,
niet eerder zijn veroordeeld, nationaal of internationaal. Dus als je een verkeersongeluk hebt gemaakt, heb je veroordeling, kan je geen president meer worden. No. Dat staat hier. Dus er staat niks bij. Ja. Okay, okay, maar met een strafblad. Okay. Als je strafblad hebt. Ja. Dan kan je ooit een snoep hebben gestolen. Whatever. Zolang een rechter, waar rechter naar kwam vonnis. Nee. En rechter naar vonnis ging. Zolang waar rechter naar kwam vonnis, heb je dan een strafblad. Ja. Dus alvast, ik zeg in zijn algemeenheid, ben ik het oneens. Algemeenheid. Echter, wanneer je zo'n bepaling gaat opvoeren, dan moet je... Of zeggen van, maak een organieke wet waarin het beter wordt uitgesplitst, waarover je het precies hebt. Specifiek. Ja, oké. Want ik kan me goed voorstellen dat bepaalde vormen van misdrijven, inderdaad, wat we zeggen van, liever doe je iets anders. Mm-hmm. Aan de andere kant heb ik ook meegemaakt, ik was in India, waarin zo'n case speelde, waarbij een van die parlementariërs, een vrouw uit de eigenlijk de laagste, of eigenlijk geen kasten, no? Dus, kasten, laagste klasse. Ja. En dat meisje was als meisje en haar familie een heel drama, in elk geval. Verkracht door zoveel mensen en allerlei dingen. Ze heeft de slag genomen, ze is zich gaan bewapenen en ze heeft die mensen die dat met haar hebben gedaan inderdaad om het leven gebracht. Ja. En ze is veroordeeld daarvoor. En ze heeft gevangenisstraf gehad. En toen ze uit de gevangenis is gekomen, is ze in de politiek gegaan. En ze heeft grote aanhang verworven en ze heeft een zetel gewonnen. En toen waren er mensen in dat parlement die vonden van ja, maar ze heeft een strafblad. Dus ze mag niet in het parlement. En er waren ook evenveel anderen die zeggen, is leuk, maar zij kan vanwege wat zij heeft meegemaakt het beste aan bepaalde groep vertegenwoordigen. Dus het lijkt een beetje op de toenmalige discussie van de Bekarasan, onbevlekt. Mm-hmm. Ja, onbevlekt. Zeg, ja, als je de hele dag zit met je hand op je schoot, zou je waarschijnlijk onbevlekt zijn zodra je iets hebt gepland dan. Okay. Dus het punt is, wie is onbevlekt? Het andere punt is, vooral in deze tijd waar we nu naartoe gaan, het is niet zo moeilijk mensen te bevlekken met leugen of wat dan ook. We maken die dingen nu al mee. Dus een vonnis zeggen van een vonnis op je naam, dat is mij een beetje te kort door de bocht. Ik ben het niet oneens met het principe om te zeggen van luister, er zijn dingen die als je ze hebt gedaan, dat moet dan een barrière voor jou vormen om een hoge functie in het land te bekleden. Daar ben ik niet oneens mee. Okay. Maar zoals het hier staat, ben ik het er niet mee eens, want dat betekent dat anything... Kan ik mevrouw Simons in beeld krijgen, vooral duidelijkheid? En in India was er toen wettelijk bepaald dat je, als je vonnis had, dat je... Nee, het was niet het bepaald. Was niet bepaald, maar men kwam er tegen opstand. Okay. We hadden een grote IPU-vergadering, waar dat drama zich heeft afgespeeld, vandaar dat ik het weet. Oké. En... ik denk ook dat als we de wereld goed kennen en alle imperialistische zaken, dat als je zomaar daarvoor me zegt nationaal of internationaal, het waarschijnlijk niet zo moeilijk is om allerlei nep internationale vonnissen te krijgen voor mensen, zodat je ze je politieke tegenstander kan uitschakelen. Toch is het wel goed om iets op te nemen daarover. Daarom zeg ik dat ik niet nu daarover wil discussiëren. Laten we de kiesregelingen in orde maken. Mm-hmm. Maar het is niet een slecht idee, maar je kan het niet zo hier opnemen. Je kan zeggen dat je een wet moet maken. Je kan zeggen waarvoor. Weet je waarom? Ik ga wat zeggen. We hebben nu al in onze wet, ons wetboek van strafrecht. Een beller nog? We hebben nu in ons wetboek van strafrecht al dat bij een veroordeling nationaal voor bepaalde dingen de rechter mensen het passief en actief kiesrecht kan ontnemen. Oké, laten we even checken. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen. Ja. Goedemiddag, sorry. Morning. Is het morgen? Ja, goedemiddag. Wat is je naam? Beta. Ja, zeg het maar. Ja. Zeg het maar. Ik vind het wel een hypocriete houding van de provincie om te zeggen van, het gewoon zeggen van, een strafblad of niet. Omdat ze in de partij zo in de kies, waar meneer Boutsen zo, hoeveel strafbaar en ze willen gaan zeggen en weer bepaalde dingen gaan gebeuren. Want in Amerika, bijvoorbeeld in Boston en Brunswick, zouden lopende dingen gesprekken van de president of vice-president. Dus... Kan je even herhalen wat je daar net hebt gezegd? Nee, wat ik heb gezegd. Ja. Hij zegt iets wat ik heb gezegd. Laat je gewoon concreet dingen.
van dat een strafblad. Strafblad of niet. Dus mensen als Boutersen willen we niet als, als het volgt. En mensen als Brunswick, wat ze hebben. Ze, zijn, ze hebben een strafblad toch? Dat moet ze gewoon enige toegeven. Niet dat ze in de partij zitten van NDP. En dan komt ze wel weer te voeten maken. Oké. Ik vind het wel geweldig dat ze echt als vrouw president. Maar laat ze gaan niet het omwegen om met mijn passie met een bocht te kloppen. We hebben een aluminium mensen die niet komen vertellen wat hoe dat is. En bepaalde spelletjes willen we niet meer. Dus oké. Okay. Dankjewel, dankjewel. We nemen het zeker wel mee, dankjewel. Wat, wat die meneer probeert te zeggen, hè, het is ook een discussie in de samenleving, dat eigenlijk met dit voorstel, dan vallen mensen weg zoals meneer Boutersen, maar ook meneer Brunswijk, omdat ze een strafblad hebben. Ja. Toch? Ja. Toch? En hij zegt bijvoorbeeld dat u erom draait, omdat meneer Boutersen in uw partij zit. Dat zegt hij met andere woorden. Ja, dus iedereen heeft zijn mening hoor. Maar ik denk dat ik vrij duidelijk ben geweest. Mm-hmm. Ik ben eens met het principe. Alleen ja. Kan je niet gewoon hier schrijven, mm-hmm. Niet eerder veroordeeld zijn, nationaal of internationaal. Want dan kan je voor een heel gek ding veroordeeld zijn en ja, dan mag ja, je niet ja. meedoen. Nou, dat, ja. Dus als het, hij brengt het nu inderdaad specifiek op die twee mensen. Maar dat zijn weer heel andere dingen. En ik zeg, je moet het kunnen maken. Dat heb ik ook gezegd, je moet zoiets kunnen maken, maar je moet wel heel goed aangeven waarover je het hebt. En ik heb een voorbeeld aangegeven ja. in een land waar het werkelijk is gebeurd. En die mevrouw had echt ook een strafblad. Maar ze is in de politiek gegaan mm-hmm. en ze had een reden waarom ze had gedaan en ze heeft er straf uitgezeten. Mm-hmm. Dus het punt is dat ik niet oneens ben met het idee. Mm-hmm. Ik zeg alleen, je kan het niet gewoon zo goed daar staat aannemen, want het wordt wel een beetje makkelijk om... Janne Alleman. Ja, maar politiek-wise, hè? Politiek-wise, ja. Want dat zegt men ook. Het voorstel komt van een politieke partij, het komt van de ja. VAP. Ja, ja. En we weten dat bepaalde figuren, bepaalde personen, later wel die positie van president willen hebben. Bijvoorbeeld, meneer Brunswijk, die geeft altijd aan van nu wil ik president worden, mm-hmm. toch? Meneer Boutersen, we weten niet als hij voor een derde keer wil komen, dat weten we niet. Okay. Maar ja. laat ons aannemen, hij wil weer komen. Deze mensen zouden dus dan geen ruimte meer kunnen krijgen als dit voorstel ja. aangenomen wordt. Zoals mevrouw Simons dat terecht zegt, als de wet, bij wetgeving gaat het om heel specifiek formuleren. Dus je moet heel goed formuleren wat je wel wil. Ja. Ja? Ja. Maar anderzijds zou je moeten kunnen zeggen ook bepaalde criteria mm-hmm. of codes van de politiek. Dat is een andere zaak. Ja, ja dat is dus proactief. Proactief, niet eens ja. proactief. Want er zijn, ja, ooit zei een bekende vakbondsleider hier over een politieke partij. Dat het schijnt alsof je veroordeeld moet kunnen zijn om daar een parlementariër van te worden. We noemen geen namen. Maar goed, maar het is gezegd in Suriname. Dus het punt is namelijk dat wij bepaalde codes moeten hebben, richtlijnen. Hieraan moeten politici voldoen. Doen, ja. Maar als je, ja, ja, en dat kan. Je ja. kan het omkeren. Je kan, maar je kan het niet in een one-liner je in de grondwet zetten. Maar je moet, wetgeving, als je het in de grondwet zet, dan de moet je een bepaling zeggen dat er bij wet moet worden nader okay, worden gereden. Ja, en ja. ik zeg nog een keer, in het wetboek van strafrecht, heeft de rechter de mogelijkheid om mensen het passief kiesrecht te ontnemen. Ja. En, ja. Dus er is okay. een voorziening. Maar het is goed, ja. Alleen, en dan komen die discussies natuurlijk en waar die meneer vindt van ja, ik ben van NDP en daarom niet. Ik bekijk de zaak gewoon zoals ik het heb gezien gebeuren in de wereld. Ja, je moet proberen om mensen met die ernstige zaken hebben gedaan niet daar te laten komen. Maar je moet wel goed formuleren, omdat meneer Brunswijk, die heeft veroordelingen van het verleden. Meneer ja. Boutersen nog in een proces. Ja. Dus wat er gebeurt tussen die twee en hoe dat door de rechter wordt afgehandeld, maar die van meneer Brunswijk is al afgehandeld ja. en men heeft de straf nooit tot uitvoering gebracht. Dus om deze twee specifieke mensen nu te bespreken, en te kijken hoe je ze dus volgens deze indieners, als dat hun bedoeling was om ze eruit te houden,
Well, that zullen we zien hoe de politiek wat dat betreft werkt. Want maybe you're a little bit too late, too little too late. Als ik meneer Brunswijk zie en zijn positie die hij in het parlement en zo, althans zijn partij in. Dus dat zijn praktische dingen. Ja. Maar in principe ben ik het eens ermee dat je wel degelijk bepalingen kan zetten. Ja. Die dan dat soort dingen dan voor de toekomst. Oké, maar dit soort zaken moet ook bij civic education, hè? Dat de burgers laat leren. Me een ander voorbeeld aan nemen, meneer Lula. Ik weet niet of zijn vonnis in kracht van geweest uiteindelijk is gegaan. Maar meneer Lula is gewoon, sorry hoor, door een corrupte persoon ook in het kabinet toen, van zijn tegenstander, is veroordeeld voor noppes en niets. Uiteindelijk is hij weer vrijgelaten. Die man, die rechter die mij veroordeeld is toen minister geworden, dat was zijn beloning. Mm-hmm. Dus de politiek is een moeilijk ding. Dus je moet goed formuleren waarvoor je precies die mensen wilt uitsluiten. Daar ben ik het wel eens. Oké. Maar civic education is van groot belang. Want er zijn de burgers die uiteindelijk gaan kiezen. Ja, maar daarom zeg ik dat criteria belangrijker zijn. Op basis waarvan, hebben die mensen visie? Hebben ze ook kijk op zaken? Dus het verleden, voor DNA is er al eentje. Het verleden, Voor DNA, als je een vonnis krijgt, van lang, straf met langer dan 5 maanden of zo, dan verlies je zeker. Oh ja, dan verlies je zeker. Maar dat is als je in de DNA en je krijgt de straf. Ja, zuiver. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, met DTV. Interactief. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag moet het zijn. Hoor. U spreekt met Sergio. Met wie? U spreekt met Sergio. Een beetje luider, Sergio. Zeg het maar. Oh, ik moet me dood ergeren met Surinamers die niet lezen of lui zijn om te lezen. Mm-hmm. Of dingen goed begrijpen. Ik weet het niet hoor, maar ik heb al één ding te zeggen. Suriname moet voorkomen. Suriname? Weet wie of wat? Het moet goed komen met Suriname, want het gaat helemaal slecht. Okay. Ik bel vanuit het buitenland en ik heb het met toe en die Surinamers. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Waaraan erger jij je? De manier hoe men reageert en hoe men leest. Men leest slecht. Of men is gewoon geneigd om negatieve dingen te smeten. Kun je een beetje specifieker zijn? Ik bedoel de commentaar. Nee, ik lees bepaalde reacties toch en ik erger me niet. Oké. Maar big up mama Jenny, hoor. Oké. Dankjewel, Sergio. Ja. Okay. Hij ergert zich aan de comments. Hij kijkt ook naar die live-uitzending. En hij ergert zich aan de de reacties van mensen onder dit de mensen die, interview. Ja. Oké. Nee, ik vind dat er dus gewerkt moet worden op daaraan, hè. Mm-hmm. De politieke cultuur, de kennis van het parlementair gebeuren. Mm-hmm. Politieke scholing is een belangrijk gebeuren. Absoluut. En helaas komt er meer geld binnen bij politieke partijen voor truitjes, petjes, paraplu's. Mm. Dan voor scholing. Oké, we hebben weer iemand aan de lijn. Dat is het punt toch? Ja. Als je niet geschoold bent, ga je het niet weten. Inderdaad. Goedemiddag met DTV. Goedemiddag. Ja. Dat je praat hoor. Goedemiddag met DTV. Met Santos. Ik heb eigenlijk een verzoek. Ik zie dat DNA bijna niet geïnteresseerd is om echt diepgaande onderzoekingen te doen om te weten van wat allemaal kan gebeuren met het wijzigen van kiesstelsel. Zij krijgen gewoon voorstellen en van DNA hoor je dan niks meer, van de leiding althans. Ja. Ik wil graag van de twee gasten horen hoe zij daarover denken wat de rol van DNA zelf, de leiding, moet zijn. Ja, oké. Hij zegt dat DNA weinig onderzoek doet op de voorstellen die... Dankjewel trouwens. Op de voorstellen die binnenkomen en zo. Maar de voorstellen zijn pas binnen. Dus hij geeft aan, er wordt weinig onderzoek gedaan aan de voorstellen die binnen zijn gekomen. Nee, er moeten commissies worden benoemd. Dus kijk, het werk in DNA gaat zo. Als er een voorstel binnenkomt van de regering of van een leden, dan wordt er een commissie van rapporteurs benoemd voor zo'n ontwerp.
En die commissie van rapporteurs gaat het onderzoek namens DNA doen. En dat afhankelijk van de ernst van de zaak kan het bestaan gewoon meestal uit 7 personen. Maar we hebben ook grotere commissies gemaakt, omdat het soms wetten betreft waarbij je eigenlijk alle fracties wil betrekken. Mm-hmm. En dan gaat de commissie aan het werk. En als het een eenvoudige wet is, dan is het snel klaar. Maar er zijn wetten waar de commissie maanden praat met heel veel verschillende actoren, verschillend onderzoek doet. We hebben ook deskundigen toen in dienst genomen om ook te helpen daarmee. Ja. Dus die wetsontwerpen die nu zijn ingediend, die zijn net ingediend. Ze stonden, dacht ik, op de agenda van de huishoudelijke vergadering van dinsdag of donderdag. Dinsdag, dacht ik. Okay. Alleen is die vergadering niet doorgegaan. Mm-hmm. Maar die voorzitter heeft ze wel op die agenda gezet. Mm-hmm. En dan staat er kiezing commissie van rapporteurs. Dus dan gaan ze commissie van rapporteurs krijgen. En in dit geval zou je natuurlijk kunnen krijgen dat er 3 commissies zijn, want er zijn 3 ontwerpen binnengekomen. Maar je zou ook kunnen krijgen dat er 1 of 2 commissies zijn. 1 voor die grondwetswijziging, misschien 1 voor al die anderen. Ja. Dus dat gaat het parlement zelf beslissen. Oké. We moeten naar ons laatste onderwerp. We hebben maar 10 minuten daarvoor. Dus we zullen proberen om dus daar snel eroverheen te gaan. Natuurlijk goed ook. Regering Santokki-Brunswijk. We zitten al 3 jaar met deze regering, 16 juli, dat is morgen. Dan zitten ze dus dan al 3 jaren en ze regeren al 3 jaren. Als we zo kijken naar de afgelopen 3 jaren, dan begin ik bij meneer Hans Breeveld. Ja. Hoe heeft u gekeken naar die afgelopen 3 jaren met de regering Santokki-Brunswijk? Ja, het is altijd momentopname, omdat je een beetje keuzes maakt, hè, van wat men allemaal doet. We komen uit een regering Bouterse. En we zagen een punt dat ik minder goed vond, het reshuffelen van ministers. Ja. En vooral ook de kosten die daaraan verbonden zijn. En wat dat betreft geef ik een plus aan deze regering. Dat binnen 3 jaar ze dat niet hebben gedaan? Bijna niet. Mevrouw Walden, ja, mevrouw Walden helaas. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel wijzigingen, veranderingen, verbeteringen is geweest. Dat ze haar toen weggehaald hebben, ik weet waarom. Vervangen hebben. Ja. Oké. Het punt is namelijk dat we, maar dan ga je weer terug. Ik sprak eerder over die verkiezingsprogramma's en beloftes. En daar werd de grote belofte van de huidige president was, er was een grote schuld, 4 miljard. Ja. En hij noemde daarvoor zijn diaspora, het diaspora kapitaal, dat zou komen. Eigenlijk zou het volk daar niets van merken. Hij zou niet naar IMF gaan, mm-hmm, want er waren gelden. Daarnaast zei hij, was zitting. Wij gaan het regelen. In principe zegt het volk dat u omzet in Kondrim, hoe wij met z'n allen. Hij heeft dat gedaan. En ik vind dat daar een geweldige belofte is gedaan. Maar daartegen zie je dat er verzwaring is geweest op de schouders van de burgers. Mm-hmm. Want zij hebben dat allemaal moeten ophoesten. En dat vind ik een minder goed punt. Het buitenlands beleid, ik denk dat ze wel landen wel betrekkingen hebben geknoopt, in tegenstelling door de vorige regering, met landen waarbij wij een zekere verbinding en connectie al hadden. Noem maar Nederland. Mm-hmm. Voor de meeste Surinamers, je kan het leuk vinden of niet, is Nederland het eerste buitenland. Om welke reden dan ook. Onze families zijn daar, we studeren daar. Wat het vorige kabinet daarmee gedaan heeft, helaas, vind ik dat het nu beter is. Maar we kennen de uitspraak van Friends and Family, mm-hmm, die veroordeeld is geweest door deze regering en bijna geperfectioneerd hebben ze dat. Dus zo zijn er een paar zaken die we in beschouwing moeten nemen en zeggen van in het algemeen verdienen we een betere regering. Mm. Maar wanneer ik dat zeg, dan zeg ik dat een betere regering vooral afhangt van controle op die regering.
En als je praat over de regering, dan moet je vooral praten over het parlement. Ja. En daarom betalen we alle mensen. We betalen het parlement, heeft drie belangrijke functies. Is niet alleen volksvertegenwoordiger, maar zij zijn ook controleurs, zijn wetgevers, maar vooral controleurs van de regering. En bij elke regering heb ik het weer gezien, eigenlijk de dominantie van de regering op het parlement. En ik denk dat we daarvan af moeten komen. We kunnen blijven praten over wat vind je van regeringen, wat vind je, maar ik vind parlement en in tweede instantie politieke partijen hebben die rol van controle en correctie van regering. Een concrete vraag. Heeft deze regering het slechter gedaan dan de regering Boutersen? Ja, dat is een moeilijke vraag. er zijn aspecten, hè, waarbij we zeggen dat de vorige regering het... Ik heb een paar genoemd. Ja, hè. Ja, inderdaad. Dus maar... Concreet kunt u niet zeggen. Nee, dan. Ik kan niet zeggen. Het financieel beleid, vind ik dat deze regering beter heeft gedaan dan de vorige regering. Ik heb bewondering gehad voor de heer Agaibersing. Veel bewondering. En ik denk dat het beleid ook doorgaat bij de heer Stanley Ragubarsin. Ja, dat men toch let, kijk, dat je leningen maakt. Kijk, leningen mogen niet te consumptief zijn. Ja. Dat is één van die punten. Maar ik kan niet zeggen beter of slechter, hè. Nee. Dus er zijn bepaalde aspecten waarbij de vorige regering het goed gedaan heeft. En waarbij deze regering. Maar ik vind het belangrijk, niet eens belangrijk of men het beter of slechter doet. Nee, maar omdat die vraag, omdat ze beloofd hebben, ja, dat ze het beter gaan doen. Nee, dus de vraag voor ons na 3 jaar af, ja, hebben ze het werkelijk beter gedaan? Ja, ik wil niet zeggen, ja goed. Het is moeilijk hoor. Je wil geen ja of nee zeggen. Aspecten zijn heel belangrijk, vooral dat financieel-economische aspect. Dat weegt zwaar, het buitenlands beleid weegt zwaar. Over het algemeen alles. Maar in het algemeen moeten wij naar betere regeringen gaan. En je krijgt alleen betere regeringen met goede controle. Als er onvoldoende controle vanuit het parlement gaat op de regering, dan doe je waar je zin in hebt. En je belooft dit en je doet dat. Maar laten we gaan naar verkiezingsprogramma's en regeringsverklaringen waar regeringen zich ook aan zullen houden. Dat is wat ik wil zeggen. Ik ben niet tevreden met het antwoord. Hè? U hoeft niet tevreden te zijn. Dus ik wil het concreet horen. We kunnen bepaalde aspecten aanhalen. Ja. Maar als u een algemeen beeld zou pakken, weet je, van de regering Boutersen en de regering Santoki, ja, en een concreet antwoord daarop zou moeten gooien. Ja, maar het volk moet dat zeggen. Het volk, ja. Maar u bent deel van het volk. Nee, maar ik vind dat bepaalde dingen die ik niet verwacht had, toch gebeurd zijn. Ja, hè? Ja. Ja, en het is vergaand, hè. Want dan moet je alle aspecten, ik kan een paar aspecten noemen, maar is wat je te binnen schiet op dit moment. Ja. Je moet een hele studie, de studie die ik daarnet mevrouw Simons over sprak. Wij moeten leren studies te maken. En ik heb zoveel andere dingen aan mijn hoofd de hele dag. Dat je niet alles bijhoudt. Maar ik heb een paar aspecten genoemd. Die van belang zijn om het te beoordelen. Mm. En waar ik vind dat deze regering het beter doet. Dan de andere. Ja. In ieder geval moeten we een betere regering krijgen. Een beter soort vorm van regeren in dit land. Maar daarom zeg ik. Laten de parlementariërs. Maar als we zien dat soms parlementariërs ook vechten voor grond en huis en perceeltjes. In plaats van het beoordelen en het controleren van die regering. Mevrouw Simons, eigenlijk als ik die concrete vraag zou stellen, dan had u al een antwoord. Politiek gezien. Nou, het is niet politiek gezien. Ik hou ervan, ook in de beoordeling van mijn eigen partij en vorige regering en front en deze regering, probeer ik zo goed mogelijk te kijken naar wat is er geweest. Ja. En laten we één ding duidelijk stellen. Het is niet zo moeilijk geweest voor de huidige regering toen, oppositie, om vingers te wijzen op de vorige regering. De bevolking had het moeilijk, dus ze hebben geluisterd. Maar vandaag de dag kan je ook, niet als politicus, maar als journalist, als programmamaker, zijn er vandaag aan de dag gelukkig documenten, niet van ons, van de NDP of van de vorige regering, maar van diezelfde internationale instituten waar deze regering mee werkt
En wanneer je dat voor je neemt, dan zie je dat er een pad is gekozen door de huidige regering. Dat bijzonder jammer is, omdat men de hele verkiezingspropaganda heeft gegooid op zaken die soms een kern van waarheid hadden, soms helemaal niet waar waren, soms een opinie waren en gepresenteerd werden als feiten, waardoor een bevolking die zeg maar begin 2020 het moeilijk had, in feite is gevallen voor die propaganda. En wanneer we dus nu terugkijken, want er wordt gepraat over het financiële, wat men beter doet, wel als ik twee financiële periodes moet vergelijken, dan zijn er verschillende aspecten die ik vergelijk. Het volk vergelijkt natuurlijk hoe gaat het met mij, met mijn zak. En we weten dat mensen gewoon letterlijk doodgaan op dit moment, wegens alle lege brek. Dat gaat in elk geval niet beter. Het gaat niet beter met het volk, oké? Dat kunnen we objectief stellen. Werkloosheid, armoede, noem maar op, het gebrek aan sociale voorzieningen, noem maar op. Ik hoef dat niet te zeggen, het volk gaat het zelf zeggen. Maar, kijk je dan, oké, heeft die regering dan tegenover die pina die het volk moet nemen, wat meneer Breveld zegt, hebben ze dan iets gedaan met het financieel gedeelte, waardoor het volk wel betaalt, maar misschien inderdaad iets goeds wordt gedaan financieel, dan bestudeer ik nou de financiële, de deskundige. En dan kijken we naar wat het IMF zelf zegt in 2019, praten we over een economie die is gestabiliseerd volgens het IMF, die kan gaan groeien. Er is een staatsschuld op dat moment tussen 70% en 85% ongeveer, het hangt vanaf wanneer je kijkt, in 2019 of begin 2020. Dus over welk jaar wordt gepraat? In 2019. Dus 2019? Tot begin 2020. Dan zie je dat de situatie van die aard is dat de staatsschuld inderdaad hoger is, tussen 70% en 85%, afhankelijk van welk moment je kijkt. En wij vonden dat ook hoog, dus we hebben vele momenten, hebben we die wet zodanig aangepast dat de regering zaken kon uitvoeren zonder dat de zaak de pan uitging. Als we kijken naar landen met staatsschulden van 80%, 85%, 90%, waar nou in de buurt kijken, Barbados 100%+. Was Barbados failliet? Nee, ze hadden een staatsschuld van meer dan 100% van GDP. Ze hebben de nieuwe regering daar, heeft niets anders gedaan en zegt van oké, de staatsschuld is veel te hoog. En ze hebben een plan gemaakt voor 20 jaar of zo, hoe ze die staatsschuld terug gaan brengen naar ongeveer 80%. De regering hier heeft gezegd, de staatsschuld is hoog, het land is dus failliet. Maar dat is niet waar. Het land is niet failliet omdat de staatsschuld hoog is. En als we kijken naar wat de internationale, het IMF, laat maar ze noemen, die zegt gewoon eind 2019 van luister, door groei van de verschillende economische aspecten is de economie gestabiliseerd. En ze noemen ook risico's op dat moment van een verkiezing die nog komen moet enzovoort. Maar er is geen enkel een situatie van land is failliet. IMF heeft het land niet failliet verklaard in 2019-2020. Wanneer we een volgende regering kregen, die moet regeren na een regering die een crisis heeft gehad, waardoor financieel-economische problemen zijn ontstaan. En let wel hoor, je mag kritiek hebben op de vorige regering, hoe ze hun crisis hebben aangepakt. Dat mag, dat is de politiek toch, je mag een andere opvatting hebben. Ja. En als oppositie in een land waar een regering met zo'n crisis van 2015-16 wordt geconfronteerd, dat je bakakba, je hebt het al goed als oppositie, want die regering heeft problemen. Elke regering die een financiële crisis krijgt aan zijn broek, verliest zetels, dus ja, als oppositie gaat vooruit. Waarom dan ook nog meer verhalen bij verzinnen die niet kloppen? Toch? Een heel verhaal van geld is gestolen bij centrale banken en dat soort. Daarop is die propaganda gevoerd. Was het propaganda? En, want tot nu toe. Het geld was nooit gestolen. Ja, maar wat, dus, ik vraag me af als het propaganda is. Want ik heb de president laatst nog gehoord bij een opening van een soort van waterbron. En hij blijft zeggen dat het land failliet is overgenomen. Ja. Dus we zijn niet meer in propagandatijd, maar die zaken worden nog steeds gezegd. Ja, de president zegt die dingen nog steeds even. Hij zegt ze nog steeds in het parlement. Ja. Terwijl, hij praat ook over vonnissen die zijn geveld over bepaalde mensen. Terwijl die rechters zelf hebben aangegeven dat die mensen niet hebben, dat geld niet hebben gestolen. Er is een kwestie geweest van de situatie met onze vreemde valuta, en daar is toen gezegd van kasreserve is gestolen. De bank heeft direct een verklaring uitgegeven dat het niet waar was,
Mama heeft het naast zich neergelegd. Die verklaring. Nog steeds erover. Ja, ja, maar er is ook een beroemd land geweest in een beroemde tijd. Waar een beroemde persman altijd zei van je moet gewoon die leugen herhalen, dan wordt het waarheid. Mm. Dus er zijn een paar dingen geweest die terechte kritiek, laten we zeggen, je mag kritiek hebben op een regering. En de vorige regering heeft echt niet alles volmaakt gedaan. Maar er zijn ook dingen die men heeft gebruikt die absoluut niet klopten. En daarom gaat men in de fout. Want wanneer je de oorzaak van iets verkeerd benoemt, en vooral als je het zelf gaat geloven, dan ga je verkeerde oplossingen vinden voor dingen. En dat is wat er denk ik is gebeurd met deze regering. Ja, ze zouden het even opknappen. Ze hebben de crisis van 15-16 nooit serieus genomen. Dat het een echte crisis was waar je hoofdpijn had over hoe je elke maand het land moest draaien. Ze hebben een simpelweg gezegd, nou die regering kan het niet en wij kunnen het wel en wij gaan geld krijgen. En toen men eenmaal aan de macht was, toen bleek het niet zo makkelijk te zijn als men dacht. Okay. En dan wil ik nog één andere ding zeggen. Ja. Heel kort, want we moeten ja, ja, ja. We hadden een schuld. Toch? We hadden 85-87% is hoger dan 60%, dus we hadden een hoge staatsschuld. Wat doe je dan om dat te gaan afbouwen? Wat we zien dat de regering doet, is zelf nog meer lenen. De leningen waarvan ze zeggen dat de vorige regering zoveel heeft afgesloten, en dat klopt. Maar een aantal van die leningen waren wel afgesloten, maar er was nooit getrokken erop. Dus ze staan niet op de staatsschuld. Als je zo een tegenstander bent van die leningen, dan moet je dat zo laten en ze niet opnemen. Maar de mensen voeren wel de projecten, want het zijn allemaal leningen niet voor zomaar, het zijn projecten. De mensen voeren wel de projecten uit. Wel de projecten uit. En dan ga ik dus afsluiten met het volgende. Alle regeringen maken fouten, die vorige heeft ook gemaakt. Ik ga daar verder niet ontkennen. We hebben te weinig tijd om op alle dingen in te gaan. Maar, wanneer je praat over de vorige regering, heeft dit fout gedaan, dat fout gedaan, dat fout gedaan. Maar u krijgt meer geld dan de vorige regering uit goud, uit olie. U heeft projecten die u kunt uitvoeren. Alles, al deze dingen zijn ook door de vorige regering voor u geregeld. Ja. Het feit dat u minder aan stroom betaalt, want er is een dam. Het feit dat u meer geld uit goud kreeg. Het feit dat u meer geld uit olie kreeg, et cetera, is ook door de vorige regering gedaan. Dus wanneer je zegt over de fouten, moet je ook over, dan moet je ook over, laten zien dat sommige een heleboel dingen die jij nu bezig bent te doen, te danken zijn aan de vorige regering. Okay, maar... Ja. Dus, want ik ben geen econoom. En, mevrouw Simons is er heel erg in, vanwege haar betrokkenheid, ook in het parlement, et cetera. Maar we zeggen natuurlijk dat de regering geeft aan dat wij nu zullen merken wat de inkomsten waren. Men heeft toen gespaard. Ja. Want dat is een belangrijk punt dat deze regering deed. Want we zagen natuurlijk bij die vorige regering, is het zo, die kassenreserves, we zeggen de spaartegoeden van burgers, dat daar op de centrale bank, dat daaraan werd gekomen, dat geef ik aan, de verontrusting bij spaarders. Het feit dat aan het eind, op die 16e juli, niet betaald kon worden de salarissen van de burgers. Dat is ook recentelijk weer aangegeven. Ja, dat is aangegeven, en, maar meneer door de president zelf, hè? Ja, door de president. Door meneer de president Breveld, is het vaker. Dat verhaal... Ja. Is het waar? Nee, het is waar. Elke maand, het is niet een unicum geweest. Ja. In die periode waren er momenten dat zelfs wij bij werden gehaald van het DNA. Omdat over 2 dagen alles betaald moet worden. Ja. En de regering is er nog niet. Dat was het kenmerk van die crisis. En wanneer jij nou het land wil overnemen en die regering neemt je mee in die laatste maand, om niet te praten over connecties die er bestaan, dus laten we niet op alle dingen gaan, maar die regering neemt je mee in dat proces, wat ze vaker moeten meemaken. Het is altijd gelukt om uiteindelijk die salarissen te betalen. Ja. Maar ze nemen je mee in dat proces en jij komt nieuw in en volgens jou, Is het de eerste keer dat het zo gaat? Dus in elk geval, het zijn politieke dingen. Ja. En nu wordt het natuurlijk gezegd politiek weer om zeg maar op de NDP een beetje te schelden, geen probleem. Maar waar het bij mij om gaat is,
Wanneer je daarvan uitgaat, wanneer je uitgaat van dat jouw voorganger, de problemen die we hadden om de dingen te handelen, de gezondheidszorg gaande te houden, de burgers. Ja. Als je ervan uitgaat dat de mensen dus niet stonden en jij gaat het wel goed doen, dan betekent het dat jij uitgegaan bent van verkeerde dingen en daarom kan je het vandaag niet doen. Okay. En we eindigen met de regering die nu Suriname, het eerste jaar moesten ze wat betalen, zoals dat elk jaar betaald is door de vorige regering. Dus, ze hebben het niet betaald. Ze hebben gezegd ze gaan. We zijn 20 minuten verder. Ze gaan bonus geven. Ze gaan bonus geven aan het hele land. Betalen niet en eindigen met een slechtere deal over onze leningen dan wat ze hebben. We gaan afronden met u. Heel kort hoor. Want wij zijn afhankelijk van informatie die we krijgen steeds van contributies die niet betaald zijn. Gezondheidszorg kan niet omdat zoveel contributies moeten betalen. Er zijn zoveel van die zaken. Maar waarom komt men niet tot een acte van overdracht? Hè? Dat er een, is dat nee, daarmee mogelijk, ben ik helemaal met u eens. Dat geloof ik. Dat helemaal eens. Acte van overdracht. Acte van overdracht. En dan tekenen we het. Want dit volk wordt. Nee, akkoord. Begrijp je? Dat laten we akkoord. Dat tekenen in de toekomst. Je moet een acte dan, van overdracht dan hebben. Dan moeten we dat hebben. Die, laten we daar die wetten moeten werken. We gaan moeten afronden. Dankjewel voor de raadsbrief. We willen komen naar de studio. Mevrouw Simons, het was voor mij een eer om u hier te hebben. Maar iemand stelt de vraag hier: wilt u president worden van Suriname? Concreet. Ik heb voorwaarden als ik dat zou moeten gaan doen. U zou het wel willen? Ja, we hebben een paar dingen hier gezegd. Nee, ik zou het niet willen. Maar als het nodig is voor mijn land, zou ik het kunnen doen. Maar ik kan niet onder elke omstandigheid, onder elke beïnvloeding, onder elke situatie. En dat heb ik al vaker herhaald. Ik weet dat mensen dat niet begrepen, want ze vinden dat ik in de politiek zit. Anderen vinden dat ik wil president worden. Luister nou. Onder de huidige omstandigheden is dit de minst interessante job van het land. Daarom vecht ik en werk ik eerst binnen mijn partij, maar ik praat ook met mensen van andere partijen. Laten we die politiek op een ander voet zetten. Dan kunnen we een president de kans geven om succes te hebben in Suriname. We gaan daarmee afronden. Ik heb toch die laatste vraag gesteld. Dank u wel voor het willen komen nogmaals, mevrouw Simons en meneer Hans Breedveld. Dat was voor mij een eer om jullie hier te hebben. Hoor. En naar mijn mening hebben jullie een hele goede job gedaan vandaag. Dankjewel voor het willen komen. We gaan eruit, mensen. Dankjewel voor het willen kijken. Ik heb gezien dat jullie constant aan het reageren waren. Ik kan niet alles meenemen. Maar de volgende keer dan wordt het weer interactief hier bij DTV. Zaterdag, trouwiki, precies om 11 uur, zijn we dus dan weer hier. God zegen en een hele fijne dag verder. Tot dan.